RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Dus DJ Siep van de Doorlezen, Nice Me. En van waar de naam Doorlezen, DJ Siep? Ja, dat is, dat is al een hele tijd geleden is dat een beetje overstoen. Misschien de Ronald en ik, hè. Ik ben mijn huis 12, ik zit mijn huis 13 op het podium. Maar in ieder geval, je ziet mijn huis 12 zit wie in een... Ja, het was eigenlijk een autorit naar de Party Awards, dat was in Brabant. En toen kwamen we een beetje op de doelen. Maar ja, we hier echt de sneerscappers en dit en dat. En ja, op een gegeven moment, ja, de doelen kwamen het beste uit, hadden we die maar kozen. Nee, maar... Er zit eigenlijk net een heel duidelijk verhaal achter, maar wie vond de beste naam van de peer die we op papier zetten hadden. Dus, Nee, want ik beschouw hem eigenlijk als de Friske Party Animals. Je maakt je covers van eigenlijk Friske hits. In het begin gewoon met een beat eronder, met een echte Party Animals beat. Want de meeste artiesten in Friesland hebben een beetje coveren. Vooral Pieter Wilkes hebben we onder oren. En Inge Majelle B. Maar welke van de covers vind je het mooiste die je een beat onder zet naast? Ja, ze alle hebben wat. Alleen nog op het podium en... Door het stritlessen, door het beste en mijn van de oudste. Maar ik ga net echt persoonlijke voorkeur. En had ze enig idee hoe die Friske artiesten het vinden dat ze hun eigen nummers een beat onderzet werd? Ja, de meeste reacties zijn wel positief. Dus ja, dat is al je wel prima. En we hebben eigenlijk speciaal een keer iets van RTV NOF, van Energy FM dienen. Wat voor nummer hij hem toen bracht, mij en mij waar? Ja, dat was een projectje van Wim Brons, samen met Jelle B. en Minke. En ik weet het eigenlijk niet eens goed meer. Hans, wist u dat? Ja, joh. Zet het even bij mij in de helft. Wist ik er mooi neer. Nee, want dat noemen we, dat hebben we maar een paar keer draaien. Dus iets in het dwarp in ieder geval. Ja, want het laatste nummer wat je hem eigenlijk uitbracht had, dat is een Nederlandstalig nummer wat je hem oorzet had in het Friesk. En dat is wel heel speciaal, zie ik. Ja, dat is van Kenny B. Wie dat, echt een kopper. Die zit nu in de top 40. Dus de reacties ben goed op dat nummer. Ja, want hoe heet dit in de top 40? Hij zit niet in de top 40, maar... Ik dacht, een geintje, maar je hebt gewoon een hele nieuwe EP en daar werk ik bij speciale artiesten om mij, of net? Nou, meestal we zelf dien, waar we Elze weer vregen, die had ex-Stridlis erin zong. Die had twee nummers dien, maar de rest hebben we al jezelf dien. Dus net echt van die samenwerkingen mee. Nee. Het meeste is dus eigen nummers nou en die EP heet Safir Fort. En hoe ontstaat zo'n nummer? Ja, ik denk dat net een duidelijk verhaal bij. We hadden gewoon een tekst kunnen. En eigenlijk, als ik goed naar het noemen, yes, slaat de tekst helemaal nergens op. Maar ja, dat is een beetje doel is. Dus ja, er zit net echt een verband in of zo. Het gaat gewoon over alles wat toen in ons opkwam, zeg maar. Ja, dus een tekst met een leuke Party Animals bier eronder. En hopen dat het een hit wordt. Ja, dat hopen we echt. Hey Siep. Nee, wat ik zo zeer in de studio kent het wel even jaren later hoe die hem noemers klinken, of net? Ja, dat ken, maar ja, dan ga ik er wel even heen herinneren. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, kom even deze kant op. De cameraman, die maat rek achterom. Ja, dat ik van u. Stingende bosjes, stingende blomkes. Ja, dit maat even. De buksen en stingen, Willem. Oh god. Misschien kunnen we er nog een lesje van krijgen. Ja, en hing het. De cameraman hing het. Maar toen had hij de EP bij die, hè? Had hij ergens lezen? Ja, die is hier. Oh, hier. Ken me even... Ja, schoon maar. Deelleider. Ja. Welke speler? Een CD-speler, dat kende ik. Hij kent in de CD-speler, ja. Mooi prop. Ja. En voor de eerste, drie, bam. En dan, wat jaren we? Safir Fort. Ja. En kunnen we dan ondertussen, want het is leuk nou dat iedereen zo'n beetje is. Kunnen we dan even, tijdens dat noemer, even een stukje hakcursus krijgen? Ja, doe het qua de broek aan. Ja, maar dat is leuk voor de broek. Leuk voor de beeld. Ja, zeker. Ja, meiden, man, kom op. Ja, turbo. Safir Fort, binnen wij. Pak mijn hand, neem me mee. In een dream, stel die voor. Door ik mij al kom. Ik zit er in BLS,
Mooi, dat is de visio, hoor. Ja, leuk, hè? Oh, machtig. Ja. En dit was vaak een oude podiums, hè? Ja, samen met Ronald, hè, maar die zit al in Griekenland, hoor. Maar zit je? Ik proef na 4 minuten, hè, door dan een dikke jaloeren. Ja. Zo, Ruud. Ja. Leuk, jongen. De nieuwe EP. Waar is die te krijgen? Misschien nog even goed op te nemen. Via Spotify. Oh, sorry, Spotify. Spotify. Harde spotten met mij. Harde spotten met mij. En iTunes. En nou, van de volgende week heb ik Apple Music. Het is nieuw. RTV NOF Zomerradio. Zomerradio.